De gemeente Wiegen, Liander, de Brandweer en Politie staan vrijdagmiddag op de markt in Wiegen. Daar vertelt meer een hernieuwende wijkagent over de gevaren en risico's van hennepteelt. Op deze manier willen de partijen die het organiseren de bezoekers bewuster met het signaleren van hennepteelt om laten gaan. Zodat ze het bijvoorbeeld sneller, anoniem of niet, melden. Naast de hennepcontainer is er ook een tankspuitauto van de brandweer op de markt aanwezig. De gemeente berichtte eerder dat de container al op 4 oktober op de weekmarkt zou staan. Dit is toen verzet naar de 12e van oktober.